Nou ja, er wordt genoeg gedicht, maar een plek waar mensen bij elkaar komen en zo. En hier is natuurlijk die Harry Zevenberg, heet hij. Harry, ja. Harry. Schrijver of zo. Ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb niet zoveel met zijn gedichten, omdat ze ontzettend lang zijn. Laatst ben ik helemaal niet meer waar het over doorgaat, dat is niet mijn stijl van dichten. Ik heb een bundel geschreven die heet Gedichten over liefde en verlangen en andere onzin. En daar kun je alleen maar om lachen. Nou, wat moet ik doen nu? Een voorbeeld geven van dat project waar ik mee bezig ben. Ja, ik zit even te denken van even een introductie. Je naam en, ja. En ja, wat het bij je bent. Ja. En misschien kun je een voorbeeld tekst als voordragen. Ja, nou, mijn naam is Johan Langeveld. Ik dicht onder de naam Karel Kortland. Langeveld Kortland. Dus mijn dichtersnaam is Karel Kortland. En ik ben gevraagd voor Stedion om 10 gedichten te schrijven over mensen die gewoond hebben in het Transvaal. Die moesten verhuizen, want die heeft het Transvaal gehad tegen de vlakte. Hoewel het voorlopig volgestopt werd met allemaal studenten van de hogeschool. En dat heb ik dus gedaan. Tot nu toe heb ik er 7 geïnterviewd. Dan krijg je een verhaal te horen en dat moet je samen persen tot een gedicht. Zo heb ik er hier eentje. Nou, ik zal er 2 doen. De eerste kwam ik bij een mevrouw. Die kwam uit Montenegro. En dat leek gewoon een Nederlandse vrouw. Blond, geblondeerd en bijzonder.